Mijn naam is Latta Brouwer en dit is de Batavieren podcast. Vandaag een podcast over het pastafarisme en de recentelijke uitspraak van de Raad van State dat dit geen godsdienst is en dus ook niet beschermd wordt door de Wet op Vrijheid van Godsdienst. Ik ga dit bespreken met onze redactielid Manu Ihu en met onze digitale kruisvaarder Michiel Hemminga. Welkom allebei. Bedankt. Dank u. Ik denk dat het goed is om eerst even te beginnen met wat is pastafarisme voor de luisteraars die het die misschien niet bekend zijn met deze zaak. Pastafarisme is geloof ik in 2005 in Amerika opgericht en het is feitelijk een nepreligie die aantoont dat er allemaal uitzonderingen in de wet worden gemaakt voor verschillende religies. Om even te beschrijven wat het pastafarisme is. Pastafariërs stellen dat de wereld is geschapen door een onzichtbaar vliegend spaghetti-monster. Deze godheid gaf volgens de verhalen 10 stenen tabletten aan Mozi, de eerste piraat, die per ongeluk 2 tabletten liet sneuvelen. Zo kwam het pastafarisme aan 8 centrale aansporingen, of liever nietjes, die terug te vinden zijn in teksten als The Old Pastament. Deze en andere teksten en gebruiken van het pastafarisme zijn parodieën op elementen van het christendom en rijk aan satirische woordspelingen. De oprichter van de stroming beschreef het vliegende spaghetti-monster in zijn protest tegen het voornemen om op Amerikaanse scholen intelligent design als gelijkwaardig alternatief voor de evolutietheorie te presenteren. Volgens de oprichter zou dan ook het pastafarisme moeten worden onderwezen. Ja, moet je ervan zeggen. Maar goed, dat is dus de oprichter Bobby Henderson. Die heeft volgens mij bedoeld een soort reductio ad absurdum te geven. Dat als je inderdaad als je intelligent design onderwijst, dan moet je alles onderwijzen of zoiets. Omdat je als je dan meerdere. Eigenlijk is dat een interessante aanval op het relativisme natuurlijk in zekere zin. Ja. Want hij zegt van. Volgens in zijn hoofd is natuurlijk de wetenschappelijke theorie, evolutietheorie, is waar. Mm-hmm. En alle andere theorieën zijn onzin dus. Dus als je dan een christelijke theorie zou gaan onderwijzen naast de wetenschappelijke, dan heb je een soort van twee waarheden. En dan wordt het idee, dan moet je alle mogelijke theorieën gaan onderwijzen. Mm. Ja, dat is. Zelfs het pastafarisme. Precies, ja. Ja, dus dat is zijn. Ja, misschien dat we even in kunnen gaan op wat die vrijheid van godsdienst precies is. Ik geloof dat jij de tekst hiervoor hebt, Michiel. Precies. Even kijken, ik heb hem net weggedaan. Ja, jullie zien. Ja, dat is althans dus in artikel 6 van de grondwet. En er zijn natuurlijk meerdere, dat staat ook in de rechten van de mens, staat er een andere tekst. Maar in onze grondwet staat als volgt, artikel 6 lid 1... Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus lid 1. Lid 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen, dus in de openbare ruimte, regels stellen ter bescherming van de gezondheid in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Ja. Ja. In onze Facebookgroep De Ware Batavieren, waar u ook lid van kan worden als luisteraar, hebben de luisteraars gevraagd wat zij van deze wet vonden. En de polloptie die de meeste stemmen kreeg, was dat deze wet eigenlijk onzin is en dat iedereen, gelovig of niet gelovig, van welke religie dan ook, zich gewoon aan de bestaande wetgeving moet houden. Wat is jullie visie daarop? Ja, ik vind het natuurlijk flauwekul. Maar, wat beschermt deze wet precies? Nou, het is een bescherming tegen de staat. Daarom staat het ook in de grondwet. Ja. Het is een waarborg tegen machtswillekeur van de staat, die misschien een bepaalde religie op een gegeven moment zou willen verbieden. Mm. En die zin heeft natuurlijk ook de oorsprong in de tijd van de 80-jarige oorlog. Of althans van de godsdienstoorlogen, dat de katholieken wilden het protestantisme verbieden. Mm. En de protestanten, de radicale calvinisten, wilden het katholicisme en alle andere doopsgezinden enzovoort verbieden. En Willem van Oranje heeft toen eigenlijk gezegd van dat moeten we niet willen met z'n allen. Dus we moeten eigenlijk. En de handelsklasse was het natuurlijk met hem eens. Want die dachten, ja, dat maakt ons niet uit waar het geld vandaan komt van Joden of van doopsgezinden. Als ons maar
geld geven. Ja, voor de welvaart van het land en de rust en vrede was het natuurlijk. In de algemene orde is het bevorderlijk als iedereen zijn eigen geloof kan beleven. Maar dat was toen. Nu is de dreiging dat een bepaalde religie staatsreligie wordt en dat andere religies verboden gaan worden misschien niet een hele directe dreiging. Wat is op dit moment de functie van deze wet? Nou, dat is een waarborg tegen de staat die misschien bepaalde godsdienst. Dat gaat niet alleen, de grondwet is niet alleen voor dit moment natuurlijk, hè, maar er kan van alles gebeuren in de toekomst. Het gaat echt meer om dat een stad eigenlijk niet het recht heeft om de bepaalde overtuiging van iemand privé te gaan verbieden. En het geweten ook. In het geweten te maken met gewetensvrijheid. Je kunt eigenlijk niet want je hebt toch gewetensvrijheid en de stad, het kan niet zo zijn dat de stad het geweten van iemand gewoon gaat gaat beperken of beoordelen. En daardoor dient deze wet gewoon als garantie dat de stad nooit een bepaalde religie of gewetensvrijheid kan beperken, zeg maar. Ja, en met dus voorbehoud van de openbare orde enzovoort. Dus als een religie is die hele misdadige dingen wil doen, dan kan dat natuurlijk gewoon. Ja. Kan dat worden verboden? Ja. Maar zolang dat niet zo is, hebben mensen deze wet vrijheid. Niet juist, zeg maar. Want kijk, in principe, een religie kan sowieso geen misdadige dingen doen. Als ik. Of als jij zeg maar je achtertuin ketters gaat verbranden, dan is dat strafbaar of er nou wel of niet een wet is op vrijheid van godsdienst. Helaas. En toen nam het gesprek een hele andere wending. Ja, nee, dat klopt. Ja? Dus stel dat je dat zou willen of iets anders tegen de wet zou willen doen dat volgens een bepaalde religie de bedoeling is. Ja, maar dat is natuurlijk bij alle wetsartikelen zo. Dat ze zo geformuleerd zijn dat ze elkaar niet in de weg moeten zitten. Hmm. Ja. Dus dit recht geldt zolang je niet iets doet wat echt wel verboden is. Maar er zijn bepaalde uitzonderingen als het gaat om het dragen van hoofddoekjes dus of paspoortfoto's of zo. Waarvan de staat dan zegt van ja, daar hebben we niet zoveel last van dat we dat niet kunnen toestaan. Ja, want dat is nu een beetje waar in de huidige realiteit een beroep op deze wet wordt gedaan, is bijvoorbeeld, je mag geen hoofdbedekking op je paspoortfoto, maar als je moslima bent en je draagt uit geloofsovertuiging een hoofddoek, dan mag je die gewoon wel ophouden. En dat doen de pastafaris dus. Die moeten vanuit hun geloofsovertuiging een vergiet dragen. Daar ging de hele rechtszaak om. Mm-hmm. Dat een dame, een Nijmeegse studente, die wilde met een vergiet op haar paspoortfoto. En dat mocht niet. Daar gingen ze over procederen. En toen heeft dus de Raad van State uitgesproken dat het pastafarisme geen godsdienst is. En dan vooral vanwege het satirische karakter. Ja, ja. En omdat het niet een coherente levensovertuiging is. De clue al een beetje weg. Ja, maar mensen kunnen dit nemen aan dat luisteraars op de hoogte zijn van het nieuws. Ja, ja. En van de uitspraken. Nee, maar die willen natuurlijk onze geniale inzichten misschien, erover. Misschien moeten we even het verloop van die rechtszaak doornemen. Ik heb het een beetje samengevat hier. Ik zal proberen het kort te houden, maar dus inderdaad de paspoortwet die zegt in afwijking van het tweede lid, dus een derde artikel zegt in afwijking van het tweede lid, kan een paspoort worden geaccepteerd indien de aanvrager heeft aangetoond, dus het moet echt worden aangetoond, dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. Ja. Dus het moet echt aantoonbaar zijn dat het echt een harde regel is, ook in dat geloof. Ja. En daarvan zei de rechter dus nu ook al, van de lagere rechtbank al in Brabant geloof ik, van dat hele pastafarisme, daar hebben we naar gekeken. Dus de rechter wilde eerst in het midden laten of het nou godsdienst is of niet. Okay. In eerste instantie. En zei van, we hebben naar gekeken, maar het heeft geen harde geboden überhaupt. Nee, het heeft liever nietjes. Het heeft liever nietjes. Ja, precies. Dus je kunt helemaal niet zeggen dat het van jou gelooft, dus aanhalingstekens. Ja. Dat je het nou echt verplicht bent om dat vergiet op de foto ook op te hebben. Ja. Ja, en toen is hij natuurlijk in beroep gegaan en heeft gezegd van ja, maar de rechter mag er helemaal niet over oordelen wat mijn geloof zegt. Want dat is, ja, want dat is heel apart, hè? Want de rechter gaat in deze dus als uitspraak doen over wat je wel en niet volgens je geloof mag. Ja. En dat is natuurlijk een hele raar gebied. Het is ook op zich merkwaardig, dus maar prima dat ze daar de bezwaar tegen hebben. Ik vind het eigenlijk wel in die zin een hele nuttige zaak dit, want het wordt wel helemaal uitgespit. Ja. En toen is het inderdaad dus in beroep gekomen en heeft ze gezegd van ja, mijn geloofsovertuiging verzet zich wel degelijk tegen het onbedekt laten van het hoofd. Ze heeft daar een grote hoeveelheid bewijsmateriaal. Dit komt dan uit het rechtsding. Ja, het dossier. Het dossier, de uitspraak, gewoon de tekst van de uitspraak. Ja. Dus een grote hoeveelheid bewijs is overlegd door de appellanten, waaruit blijkt dat zij consequent
buitenshuis een vergiet draagt, ondanks de negatieve consequenties die dat teweeg heeft gebracht en dagelijks brengt. Tja, ja, kun je nagaan. Arme vrouw. En dat allemaal om punt te maken. Ja. Er is dan ook geen enkele indicatie dat Appelante haar vergiet draagt om een andere reden dan omdat haar geloofsovertuiging haar dat ingeeft. Nee, het is niet een, zegt zij, een handige manier van transporteren of zo. Nee, ja. Ja, wat het precies... Het staat bovendien... Oh, dit is ook mooi. Ook staat het dragen van het vergiet voor Appelante symbool voor het scheiden van belangrijke en onbelangrijke of onwenselijke zaken. Dat is voor haar ook hoe zij vindt dat zij haar leven en haar gedachten moet ordenen en hoe zij haar spiritualiteit beleeft. Aan de belangrijke dingen vasthouden en de triviale dingen loslaten. Ja, het water van de pasta scheiden. Ja, zoiets. Ja, 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 dat is prachtige symboliek in het pastafarisme. Dat had je niet verwacht, hè? Nee. Wat ik wel apart vind aan deze zaak is dat de overheid, de staat, die in principe los zou moeten staan van religie in onze samenleving, dat die uitspraken gaat doen over wat wel en niet een religie is. Ja, maar dat moet natuurlijk dat vanwege natuurlijk de godsdienstvrijheid. Precies, dat moet natuurlijk omdat de stad ook in je maatstaf moet hebben om alle religies gewoon de vrijheid te kunnen laten, zeg maar. En wat Michiel ook net zegt, gewoon vrijheid om godsdienst uiting, zeg maar. De stad moet ook kunnen bepalen wat een religie is en hoe in welk kader religies moeten kunnen functioneren. Daardoor heeft de stad ook, ja, het is ook noodzakelijk voor de stad om zoiets te doen eigenlijk. Dus aan de ene kant, je hebt de stad die zegt dat hij echt een soort bemiddelaar is van wat is een religie of niet. En aan de andere kant mag de stad ook niet zomaar de gewetensvrijheid of godsdienstvrijheid van mensen beperken. En die wet dat Michiel net noemde, dient juist daarvoor, zeg maar. En om de religies te beschermen, maar ook om de vrijheid om de stad te kunnen laten, om te bepalen wat en niet wat een religie is, namelijk. Ja, en welke uitzonderingen dus kunnen worden toegelaten en welke te ver gaan. Ja. Ja. Maar je kunt dus geen uitzondering op basis van je religie bedingen, ja, als burger. Ja. Als het geen religie is. Dus dat is natuurlijk wel een wezenlijke stap in deze rechtsprocedure. Ja, ja, precies. Maar dat brengt ons wel tot de vraag wat religie dan is. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende levensovertuigingen, verschillende manieren om spiritualiteit te beleven. Georganiseerde varianten of juist totaal niet georganiseerde varianten. Bijvoorbeeld het telema waarin het centraal staat wat je eigen persoonlijke wil is. Boeddhisme, waarin misschien ook nog niet eerst iets, even wat het Hof daarover gezegd heeft. Dus dan gaat hier dus over de Raad van State, inderdaad een de burgerafdeling bestuursrechtspraak. De Raad van State heeft natuurlijk twee poten, zeg maar. Dus de rechtsprekende tak en de tak die advies geeft aan de regering. Wat soms ook tot interessante situaties leidt, maar dat terzijde, zodat ze hun eigen, ze moesten laatst hun eigen advies over het afschaffen van het referendum dus gaan beoordelen als rechter, zeg maar, terwijl ze het advies aan de andere poot hadden gegeven. Maar goed, dat is een zijpad. Maar hier hebben ze dus gezegd dat die vrouw, die Appelante, die student heeft, hoe heet het kind? Ja, Appelante of zoiets. Ja, nee, maar hoe heet ze van haar naam? Oh, dat weet ik niet eens. Dat weten we niet. Nee. Nou ja. Het is trouwens voor de luisteraar wel interessant. Er is bij Café Weltschmerz onder collegaatjes een interview met haar geweest door Paul Cliteur. Waar zij dus helemaal ingaan op wat het pastafarisme is. Ja, dat heb ik gezien langskomen. Ja, dus dat is even een tip voor de luisteraar. Ja, dan kun je het ook uit eigen mond horen. Ja. Maar zij heeft dus betoogd dat het wel, dus omdat ze inderdaad consequent een vergiet draagt, dat ze dus wel religievrijheid moet krijgen toegekend. Zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat ze het ook zou voldoen aan de jurisprudentie, de criteria die in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn gesteld. Namelijk, in het Engels, een bepaald level of coherence, cogency, importance en seriousness. En dat wordt door de Raad van State vertaald als overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang. En zij betoogt dus onder meer dat de geschriften van de kerk van het vliegend spaghetti monster weliswaar in een satirische vorm zijn gegoten, maar dat duidt niet op een gebrek aan serieusheid, zegt zij.
Ja. Maar goed, dat is natuurlijk net de crux, want dat doet het natuurlijk wel. Als je een satirische tekst hebt, wat een soort belachelijk maken van het evangelie is, van Genesis, van het Onze Vader en van de 10 geboden. Daar komt er weer op neer. Ja. Dat ook wel aangeeft dat het een reactie op is. En hoewel natuurlijk de reformatie is ook een reactie op. Maar dat het dus niet een ideologie is die uit zichzelf is ontstaan. Precies. En is opgebouwd. Ja. Maar dat het dus echt puur een satirische reactie is op wat er is. En de reformatie zou je ook een reactie kunnen noemen, maar het was niet satire. Tenminste. Dat is niks grappigs aan. Historische kennis. Dat is helemaal niet om te lachen. maar goed, de Raad van State die zegt dat dus ook van kritiek. Dit is eigenlijk een soort van godsdienstkritiek wat hier geleverd wordt. Ja. En kritiek op godsdienst in de vorm van satire is zelf nog geen godsdienst. Ja, en kan dus ook niet aanspraak maken op dezelfde rechten als een godsdienst. Nee. En ze oordeelt inderdaad wat jij al zei, van in het bijzonder ontbreekt, ik citeer, in het bijzonder ontbreekt het daarin aan de vereiste ernst, seriousness en samenhang, cohesion. Kenmerkend zijn in dit verband de eerder genoemde parodierende geschriften. Ja, en kenmerkend voor het gebrek aan samenhang is bijvoorbeeld de relatie die in Henderson's brief, dus de oprichter, gelegd wordt tussen de vermindering van het aantal piraten sinds het jaar 1800 en de opwarming van de aarde. Op dergelijke satire en parodie is de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet van toepassing. Hmm, ja, dat klopt. Dat lijkt me een heel zinnige, eigenlijk verrassend zinnige uitspraak van de Raad van State. Ja, zeker. En heel precies en gedetailleerd ook nog. Dus, ja, ze hebben het uitgebreid uitgewerkt en op alle satirische dingen ingegaan. Ja. Ja, precies. Misschien dat het goed is om van hier, van het juridische, over te gaan op misschien een wat meer filosofische kant van deze zaak. Manu, jij had laatst een hele goede definitie van religie. Wat we overigens bespraken, zeer toepasselijk, boven een bord pasta. Ja, dat klopt. Wat ik heel belangrijk vind bij elk debat over religie is dat iedereen gebruikt het woord zomaar, zonder precies te weten wat religie is. Religie, eigenlijk het woord zelf, komt uit de Latijn religere en betekent een verbinding hebben met iets of met iemand. En religere, de oude Romeinen beschreven het ook, dat zo'n religie ook de vrijheid van geweten impliceert namelijk. Dus in de ware zin van de term religie, een religie kan nooit zijn, bijvoorbeeld iemand die verpleegd is om te gaan geloven, die heeft geen verbinding met dat religie, dus het is de facto geen religie. Iemand die zijn vrijheid van wil niet gebruikt om te gaan geloven, zeg maar, die gelooft ook niet echt. Dus dat zou ik moeten impliceren, dat religie in de ware zin van de term ook de vrijheid van de wil impliceert namelijk. En met die definitie alleen kunnen we heel veel zogenaamde religies gewoon buitensluiten. Ook heel veel ideologieën, net als de communisme of ik noem maar wat toch. Maar net als het communisme die absoluut onderwerping aan de staat vragen. Het is dus geen religie, omdat er geen vrije wil in het spel komt, namelijk. Ja, want er zijn natuurlijk veel overtuigingen die in de buurt komen van religie. Een godsdienst of een religie. We hebben net al even aangestipt het verband tussen de daling van het aantal piraten en de opwarming van de aarde. Er zijn natuurlijk meer theorieën over de opwarming van de aarde en wat daarmee samenhangt. Ja. En mensen die dat aanhangen op een manier die behoorlijk overeenkomt met de manier waarop mensen een religie aanhangen. Dat het dus gaat om geloven, niet om weten en bijbehorend fanatisme. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat hele scientisme, zeg maar, een soort blind geloof in de wetenschap, zou je ook al religieuze elementen kunnen toelichten. Ja, en de overtuiging dat er alleen maar dat er dus alleen maar die wetenschappelijke kant in de wereld is. En dat de hele wereld dus alleen maar bestaat uit natuurwetten. Ja, en dat je hebt natuurlijk altijd de feiten en de interpretatie van de feiten. Ja, dat met de opwarming van de aarde ook, we zien dat opwarmt, maar hoe komt het? Als je inderdaad zonder sluitend bewijs daar een aanname over doet, dan is dat in feite een vorm van geloof. Precies. Ja, precies.
Maar die, ja, ik blijf terugkomen op die definitie van religie, want heel veel mensen hebben dat niet door. Maar jouw definitie trouwens van vrijheid, dat is natuurlijk wel, is wel echt een katholieke interpretatie. Ja, natuurlijk, uiteraard. Calvinisten hebben natuurlijk van oorsprong de dubbele uitverkiezing, waarbij niet zo heel veel vrijheid meer hebt. Ja. Moslims hebben niet zo heel veel vrijheid en ik geloof ook dat je mensen kunt bekeren door ze te dwingen. Precies. Mm-hmm. Dat geloven wij wel niet. Ja. Dus in die zin is natuurlijk godsdienstvrijheid uit katholiek perspectief is ergens best lastig, want van oudsher in de middeleeuwen was dat begrip er denk ik wat minder. Ja, dat klopt. Dus ketters inderdaad dat komen op de brandstapel. Maar dat was ook wat minder, omdat de stad toen helemaal katholiek was. En ja, de stad dus er was ook minder. Precies, de stad wilde ook verkeerde zogenaamde religies of verkeerde ketteraars zijn, als ik het zo kan noemen, gewoon verbieden. En dat was natuurlijk ook omdat het een bedreiging was voor de openbare orde. Ja, omdat het vaak gepaard ging met gewelddadige opstanden en dergelijke dingen. Maar ja, je kunt natuurlijk zeggen, dus enerzijds vanuit het katholicisme gezien is er zoiets als de ware godsdienst natuurlijk. Mm. En de leugen heeft in feite geen rechten. Mm. Dus dat zou je kunnen zeggen is tegen de godsdienstvrijheid. Ja. Terwijl inderdaad aan de andere kant respecteren we juist vanuit het katholicisme bij uitstek de vrije wil van ieder mens. Ja. Ja, ja, ja. En dus ook dat je mensen de ruimte moet geven om zelf te kiezen, op zoek te gaan, zich te informeren, te kiezen, verschillende argumenten te horen voor verschillende mogelijke opvattingen. En dan zelf mits in vrijheid een afweging Ja, precies, maar mits het niet tegen de openbare orde gaat. Zoals het vroeger soms het geluid was. Natuurlijk. Zeker, ja. Dus, ja. Ja, dus eigenlijk... Ja, je kunt zeggen, een vergissing is menselijk. En niet iedere vergissing moet je willen verbieden ook natuurlijk. Precies. Als staat. Want dat is, mensen hebben die vrijheid ook nodig. Ga je naar iets totalitairs toe. Ja. Ja. Als je echt alles wil uitsluiten binnen, binnen een staat. Ja. Ja, en dat is natuurlijk in het algemeen met de wet. Want er zijn heel veel dingen die zijn immoreel, maar die wil je niet allemaal verbieden zodanig dat mensen in de gevangenis komen. Mm. Als ze iets doen wat niet helemaal netjes is. Ja. Ja, dus dan krijg je een politiestaat inderdaad. Ja, ja. En dan heb je weer geen openbare orde en vrede en dat soort dus dingen. Er is niemand meer op straat. Nee, nee, precies. Zit er volgens jullie een verschil tussen godsdienst en religie? Ja, maar dat is, is dus maar net hoe je het invult. Maar Manu die heeft net iets gezegd. Ja, ik zie het zelf, maar dat is meer een alledaagse interpretatie. Ik ben geneigd een religie breder te zien eigenlijk. Hmm. Dat bijvoorbeeld boeddhisme zou je een religie kunnen noemen misschien. Maar niet een godsdienst, omdat ze geen god kennen. En zoals pastafarisme zou ik zeker geen godsdienst noemen. Want het heeft niks met god te maken. Hmm. Maar goed, dat zeg ik ook als katholiek. Het spaghetti monster is hun godheid. Hè? Dat zien zij als een god. Ja, godheid. Ja, maar dat is niet... Ja, wat ik wel vind... Dat is niet God. Ja, maar oké. Maar wat ik wel vind is dat men gebruikt heel veel termen zonder precies naar de oorsprong van... of de betekenis van die woorden te gaan. En dat vind ik heel jammer in zo'n debat namelijk. Want je hebt de religie en godsdienst en al die termen. Men gaat niet naar de bron van die woorden. En men gebruikt die woorden om zonder te weten wat het betekent. En dat is wel jammer... In onze tijd nu, dat men ook niet echt meer geleerd is en in de filosofie, maar ook... Maar zou jij zeggen dat religie zo per se in verbinding met God moet zijn? Want het is natuurlijk samenbinden. Nou, maar de oude definitie van de term, eigenlijk, volgens de Romeinse Rijk, impliceert dat je dan een verbinding krijgt met God of God. Goden, dat ging natuurlijk over een polytheïstische samenleving. Exact. De moderne samenleving is dat een beetje veranderd sinds de reformatie, zeg maar. Iedereen ging religie, net als de protestantisme, ook als religie zien. Omdat de protestanten uiteraard ook in God geloven en ook in Jezus Christus en zo. En in ons moderne tijd is het nog veel erger geworden. Alles werd in religie, zeg maar. Dus ook soms levensideologieën, zeg maar. Dus als je dan bijvoorbeeld net als het... stel voor dat je dan echt daar iets doet, dan ziet men het soms als religie. Dus... ik vind dat men moet teruggaan naar een bepaalde discipline, wanneer je dan een bepaalde woord gebruikt. En het is wel jammer dat iedereen de woorden maar zomaar gebruikt zonder te weten waar het vandaan komt. Maar hebben we nou eigenlijk wel een nauwe definitie? Want hoe jij het net noemde, als relatie tot God waarin je een bepaalde vrijheid heeft, laat vrij weinig religies over. Ja, precies. Eigenlijk, want je sluit dan de islam uit, je sluit omdat bijna alle vormen van...
protestantisme uit. Ja. Dus misschien. Ik kan het ook heel precies maken natuurlijk, mm-hmm. maar ik ga altijd terug naar de oude Romeinse rijkdefinitie zeggen, dat je dan een verbinding moet hebben met God of goden. Dus ja, en dat op zich laat weinig andere zogenaamde religies over, de islam sowieso niet. Want je moet jezelf onderwerpen aan iets. En onderwerping zonder het gebruik van een eigen vrije wil. Ja. Maar is dat geen verbinding? Dat is juist de vraag. Want de oude Romeinse die noemen... Die, bij hun is de vrije wil bepalend, zeg maar. Voor dat religieus aspect. Dus dat je dan ook inderdaad met je hele geweten ja zegt. Als je een andere zogenaamde religies neemt, dan vraag je jezelf wel af hoe in het hoeverre iemand met zijn geweten ja zet. Is het omdat zijn hele cultuur een religie heeft, of is het omdat hij verpleegd werd om dat te volgen, mm-hmm. of is het omdat hij zelf onderzoek heeft gedaan en denkt van, oh ja, dit wil ik. Ja, en het geweten is natuurlijk ook iets heel breeds, want mensen die dus ja, misschien communist zijn of in de hele klimaatding. Ja, die hebben een ander soort ook geweten. Om hun geweten, ja, zeg maar. Maar vandaar dat geweten, de Romeinse wet preciseert ook dat het geweten eerst goed gevormd moet zijn, zodat iemand een goede keus kan maken. En mm-hmm. hoe meer je dan een goede keus kan maken, hoe vrijer je bent namelijk. Ja, dus je hebt natuurlijk ook positieve en negatieve vrijheid. Precies, en exact. Positieve vrijheid is dat je juist in staat bent om voor iets te kiezen. Dat negatieve vrijheid is wat we meestal denken, alleen maar van niemand verbiedt mij iets. Ja, ja, precies. Ja. Of zo, iedereen doet het, dus ik doe het ook. Dan heb je niet goed nagedacht over wat je moet doen. Dan heb je geen vrije keuze gemaakt. Nee. Omdat iedereen doet het, dus ik doe het ook. Ja. Dus je bent mijn volger. In die zin gebruik je ook je eigen geweten bijna niet, namelijk. Mm-hmm. Maar binnen die definitie gaat het heel erg naar spiritualiteit, denk ik. En mm-hmm. de Raad van State gaat natuurlijk ook heel erg uit van... Wat voor regels zijn er in je religie? Is dat coherent met elkaar? Dus die laat eigenlijk dat hele geweten en het hele metafysische aspect misschien... laten ze ook volledig buiten beschouwing. Precies. Ja, maar dat is ook niet... Ja, nou ja, dat is begrijpelijk in deze tijd. Ja, dat is ook begrijpelijk voor de staat. Ze moeilijk over oordelen. Ja, precies. De staat gaat ook over de wereldse tijdelijke dingen natuurlijk. Niet echt over het bovennatuurlijke en... Maar in vroeger eeuwen zou het verband wel gelegd zijn, maar in de seculiere tijd kijken ze gewoon naar de tijdelijke wereldse uitingsvorm van religie natuurlijk. Ja, ja, maar juist daarom vind ik het apart dat ze er dus wel een definitie van hanteren, ondanks dat ze seculier zijn. Ja, maar het is ook geen volledige definitie, het zijn een aantal criteria, dus de ernst, samenhang, wat is er nog meer? Serieusheid, ja, dat is zo. Overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang. Nou, dat zijn een aantal kenmerken die het wel of niet heeft. Ja. En het lijkt me duidelijk dat de ernst hier met name in gebreken blijft bij het pastafarisme. Ja. Dus hoe ernstig is het voor iemand zelf dat hij in zijn geweten echt niet anders kan dan een vergiet op zijn hoofd? Dat is natuurlijk dat is waar het om gaat. En dat is natuurlijk gewoon niet geloofwaardig. En in die zin... Nee. Vind ik het een goed oordeel. Maar als je uitgaat van de gedachtegang van de pastafaris... en je zou nu bijvoorbeeld ook een soort parodie-religie opzetten... die wel ernstig is... Ja, maar een parodie is natuurlijk nooit ernst. Nee, maar ik bedoel... niet parodie, maar een... er kunnen natuurlijk nieuwe religies ontstaan. Hmm. Ja... Je ziet al die New Age ontwikkelingen, daar ontstaan ook allerlei... Ja, maar die hebben over het algemeen juist bijzonder weinig voorschriften. Precies. Dat is allemaal wat je doen met je zin in hebt. Ja, precies. Dus die komen niet zo snel dan van ik moet een vergiet op mijn hoofd zetten. Nee, die zullen niet zo snel gaan procederen, maar dat is natuurlijk wel, als je het over de realiteit hebt van de wetgever, kijkt vooral naar de praktische geboden, zeg maar. En wat je wel of niet van je religie mag en dat je dan in je geweten... Dus een bepaalde uitzondering op de wet wil. Bijvoorbeeld een uitzondering om geen hoofdbedekking op je pasfoto te zetten. Ja. Terwijl de ontwikkeling die er nu gaande is in spiritualiteit, om het maar even een heel breed begrip te geven, is juist dat het niet aan die beschrijving van de Raad van State voldoet. Niet aan die wetgeving, maar dat het juist alleen maar om een verbinding met wat voor ideeën van het goddelijke ook mag hebben gaat. Zonder regels. Ja. En wat wil je daarmee zeggen?
Nou ja, we hadden het net over dat de Raad van State dus heel coherent is met de secularisatie. Maar dus niet coherent is met de ontwikkeling die religies nu opgaan. Want de meeste religies worden steeds vrijer. En de nieuwe religies zijn nog vrijer. Ja, maar dat is dan ook geen probleem. Die hebben we dan geen probleem met godsdienstvrijheid over het algemeen. Nee. Dus dat komt niet voor de rechter. Het komt niet voor de rechter, maar het is wel een grappige definitie. Discussie, zeg maar. Ja, ja. Of die nieuwe religies tussen aanhalingstekens dan volgens de Raad van State echt een religie zouden precies. zijn. Precies, ja. Boeddhisme bijvoorbeeld. Nou, boeddhisme zou je niet al echt bijna. Nieuw natuurlijk, hè? Maar, nee, ja, maar hier wel misschien. Maar... Hier wel en natuurlijk de interpretatiewijzers zijn wel natuurlijk heel modern. Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat gaat ook nog over die specifieke stroming, want dat voerden zij ook nog aan die studenten. Van, ja, maar mijn stroming is wel streng en serieus. Ja, ja. Ik word echt een vergiet van mijn salafistische pastafari. Ja, zoiets. Ja, ja dus het... Maar het boeddhisme is op zichzelf natuurlijk een heel ernstige zaak. Hè? Ja, waar precies. Waar mensen heel erg af moeten beulen. Het is niet satirisch, het is, het is geen parodie. Nee. Nee. Maar dat is dan wel... in de boeddhisme verbinding krijgt met iets. Maar dat is vooral verbinding met jezelf. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, je moet jezelf vooral opheffen. Of zo, ja, precies. Dus dat is een negatieve verbinding maar, met jezelf. Maar als non-dualisme. Maar als je dan in... dat is wat anders. Als je dan geen metafysische concept... Nee, dat is één. Als je dan geen metafysische concept van God hebt, zeg maar, dan vind ik het heel moeilijk om een religie te noemen. Ja, als je het inderdaad... Snap je? Als je het verstaat als verbinding met het goddelijke, dan wordt het moeilijk, ja. Ja, precies. Ja. En vanuit daar is de term religie vroeger was veel meer preciezer dan nu. Want nu is alles een religie. En vroeger, de definitie was veel meer preciezer en veel meer exact. Dan zou boeddhisme meer een filosofie zijn. Exact. Mm-hmm. En nooit een religie. Ja. Überhaupt. Het zijn allemaal definitiekwesties. Ja. Ja, precies. Dus ja, goed. Zijn er nog dingen die jullie ten aanzien van dit onderwerp graag te tafel... Hebben we een bepaalde conclusie? Wat nee, ik denk dus wel dat we in Nederland moeten vasthouden aan godsdienstvrijheid. En dat we inderdaad de overheid kan, of de rechter kan dus bekijken per geval van kunnen we dit toelaten met oog op de algemene openbare orde. Mm-hmm. Maar het is wel, het is wel een het constitutief element van Nederland natuurlijk. Wij zijn min of meer ontstaan vanuit de godsdienstvrijheid. Ja. Hoewel de Calvinisten ook niet allemaal lievertjes waren. maar goed, dat was toch in elk geval het idee vanuit de Oranjes. Van we moeten allemaal samen gewoon dit land opbouwen. Ja. En ik denk dat we dat idee in principe toch vasthouden moeten houden. Ja, dat dat een groot goed is en ook een onderdeel is van onze nationale identiteit. Precies, en niemand heeft er volgens mij last van. Want zoals het in die wet staat, zijn er allerlei uitzonderingen mogelijk in het geval dat er wel iemand last van heeft. Mm. Ja, dat het er dan gevaar oplevert of iets dergelijks. Ja. Dus, en hoewel dus het katholieke ideaal misschien meer de brandstapel is, maar valt er toch wel wat voor te zeggen. Ja. Nee, dat is een grapje, begrijp jullie. valt er toch wel wat voor te zeggen, denk ik. In die zin heb ik wel een beetje een liberaal trekje in de ouderwetse zin van het woord. Dat gewoon de meningen moeten kunnen worden uitgewisseld. En dat je dan hoopt dat de beste komt bovendrijven. Uiteindelijk. Hoewel dat misschien meer een ideaal is dan de werkelijkheid soms. Ja. Als conclusie zou ik gewoon simpelweg willen hopen dat men beter de definitie van de termen goed begrijpt. Want dat zij dan ergens, weet ik weer, op Facebook of andere media de termen zomaar gaan gebruiken. Dat merk ik keer op keer dat men totaal geen idee heeft van wat een val betekent en wat een concept eigenlijk inhoudt. Ja, zeker de hedendaagse geseculariseerde precies. jeugd, zeg maar. De kinderen van de babyboomers. Die babyboom-generatie heeft zich vaak tegen het geloof gekeerd en afgezet. En hun kinderen weer, die hebben gewoon eigenlijk geen idee vaak van waar het over gaat. En daarom denken ze misschien ook dat zo'n pastafari-monster of hoe heet dat beest? Een spaghetti-monster. Het vliegend spaghetti-monster. Ja, dat het net zoiets is als het christendom. Of ja, precies. Ja. Dat het ongeveer op één lijn zit. Ja. Maar dat is dan toch een gebrek aan de opvoeding ook. Ja. En ook aan kennis sowieso, want je hebt nooit
Je hebt nooit een oude manuscript gelezen in Latijn om te kijken wat het betekent en wat een concept vervalt en in welke gevaren je kan dat gebruiken. Daar hebben ze nooit gelezen. Dus ja, ik vind het opmerkelijk dat zij juist die terminologie, de wetenschap, naar boven brengen. Want gaan ze hebben, wetenschap is alles, juist geen wetenschappelijke middelen gebruikt om het debat aan te gaan. Dus ja. Ja, want we merken wel in de Facebookgroep Ware Batavieren dat het alleen maar over Michi gaat. Dus het is iets dat blijkbaar heel veel speelt. We kunnen niet zeggen van de maatschappij is dusdanig geseculariseerd dat religie totaal niet iets is wat mensen nog bezighoudt. Het houdt mensen enorm bezig. Ja. Dat verbaast me wel. En vaak in negatieve zin. Ja, dus. Ja, en dat en dat heeft natuurlijk hangt samen met de islam natuurlijk, denk ik. En dat we weer geconfronteerd worden met religie. Ja, hier zijn mensen die er nog echt in iets geloven ineens. En die dan ook nog soms een beetje gewelddadiger over worden. En niet zomaar zich laten wegduwen. Ja, en wat stel je daar dan tegenover? Dat is denk ik ook een beetje bedreigend. De vraag. Ja, zo bedreigend natuurlijk. Als je zelf die overtuiging niet meer hebt, inderdaad. Ja. En je komt mensen tegen die zo overtuigd zijn van iets dat ze zichzelf gewoon opblazen ervoor. Ja. Dat is natuurlijk bizar en dat is een soort enigma voor de moderne geest natuurlijk. Zeker voor de postmoderne geest. Ja. Die helemaal niet meer in waarheden gelooft. Ja. Ja, en het is... ze willen natuurlijk heel graag de liberale waarden verdedigen. Zeg maar. Of de waarden die ze zien als kenmerkend aan onze maatschappij. Het is wel... niemand wil een... Geen Nederlander wil een sharia. Nee. Maar wat ze er dan tegenover stellen. En van, oké, maar waar komen jouw waarden dan vandaan? En nee, wat ga je precies beschermen? Daartegenover staat alleen maar leegte of zo. Een vacuüm. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen enkele weerstandskracht. Is dat een woord? Geen enkele kracht om een domein te bezetten in de samenleving. Ja. Wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een radicale islam buiten de deur te houden. Dan moet er iets anders zijn. Ja, je gaat je niet opblazen voor een vacuüm. Nee. Voor nihilisme. Ik geloof nergens in. Ja, boom. Het is wel de ultieme vorm van nihilisme om je eigen bestaan dan ook te beëindigen. Het is wel consequent. Ik kwam laatst in een debat erin op Facebook dat iemand die zat te zeuren. Die vond het heel erg dat Geert Wilders gewoon zijn cartoon contest had afgeblazen. Ja, dat kan helemaal niet en zo. En we moeten tegen de islam vechten. Maar daartegenover hebben ze niks. Nee, dat vind ik ook heel slap inderdaad. De islamkritiek wordt heel weinig inhoudelijk. Het is alleen maar van, we willen zoveel mogelijk mensen provoceren. Ja, en dan, precies. Dat moeten we mogen, want vrijheid van meningsuiting... Ja. Maar daartegen is het totaal niks. Want er is alleen maar leegte. Ze hebben niks te bieden. Ik bedoel, voor zo'n jongen die bijvoorbeeld zichzelf heeft opblazen... Dan heeft de maatschappij alleen maar leegte te bieden. Dus het atheïsme, zeg maar. Het is gewoon de leegte. Maar zo kan de maatschappij nooit verder tegen een buitenlandse ideologie of een buitenlandse religie. Net als de islam of andere religies die dan bijvoorbeeld hun eigen of bijvoorbeeld de idealen van Europa willen voorstellen. Nee, en daarom snap ik het ook heel goed uit. Als mensen, immigranten hier komen, moslims, en die denken van, ja, moet ik hierin integreren en me aanpassen aan niks eigenlijk. Dat is niet echt overtuigend. Ja, aan een bepaalde vrijheid of zo. Nou, of... Maar die vrijheid is natuurlijk helemaal niet dwingend. Natuurlijk. Nee. Dat voelt niet als iets waar je aan moet gaan aanpassen. En het is geen perspectief. Het is niet een inspiratievol blik op... Nee, en ze denken natuurlijk, ze komen hierheen en ze denken van, wij mogen hier doen wat we willen, want we hebben vrijheid. En dus zullen ze praktiseren waarmee ze zijn opgegroeid en wat hun overtuiging is. Ja, wat ook mag, hè, op zich. Maar het is dus, als we dan vervolgens boos zijn dat mensen niet integreren, dan moeten we ons wel de vraag stellen van, waarin zouden ze dan moeten integreren? Ja. Het lijkt me interessant om dit gesprek misschien af te sluiten en het aan de ware Batavieren over te laten om hier hun meningen over te duiden. Want ik zie heel vaak dat de Facebookgroep af en toe vastloopt in het atheïstenkamp die dus eigenlijk heel boos wordt. En dat verbaast me altijd. Stel dat jij zegt van paarse olifanten bestaan.
En ik zeg van nou Michiel, ik heb er nog nooit een gezien. En er is ook niks over gedocumenteerd. Dus ik denk niet dat die paarse olifant bestaat. Maar als jij dan zegt, nee, maar ik geloof ook echt in die paarse olifant. Dan ga ik niet boos op jou worden, zeg maar. Nee, ik, van, nou ja, zak er maar in. Ja. Spoor niet helemaal. Ja, precies. En het grappige wat ik dus zie in die discussies... is dat met name degenen die het meest geraakt zijn... en het meest emotioneel worden... zijn degenen die dus atheïst zijn. Ja, die geloven eigenlijk nog het hardst in... Ja, in niets. Ja, ja, en dat vind ik dus... En ik ben benieuwd dus of deze podcast... Waarom is het zo confronterend? Ja, dat vraag ik me ook wel. Waar vecht je dan tegen? Ja. Als iets niet bestaat, dan is er toch ook niks aan de hand? Ja, of ze zijn. Nee. Dus ik ben benieuwd of we met deze podcast een discussie kunnen aanzwengen die misschien, ja, waar mensen misschien gaan nadenken wat religie is en wat hun standpunt daartegenover is. Dat zou ik wel interessant vinden. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Ik weet het niet. Denk ik, maar ik vraag me af, Manu, hoe zie jij godsdienstvrijheid nou? In katholiek perspectief. In katholiek perspectief? Nou, laten we zeggen dat... Het is een heel lang verhaal als ik het helemaal moet uitleggen. Maar volgens... samenvatting. Ja, de samenvatting. Je hebt drie gevallen namelijk. Drie soort staten. In de stad waar de katholieke religie de minderheid heeft, daar is altijd godsdienst van, of vrijheid van godsdienst eigenlijk. Maar de minderheid, of de meerderheid? Meerderheid. Oh, de meerderheid. Ja, de meerderheid. Daar bestaat altijd een vrijheid van godsdienst, maar de stad doet het beste voor het katholiek geloof, omdat het katholiek geloof natuurlijk de minderheid is. En je hebt het tweede geval waar... Meerderheid? Ja, de meerderheid. Ja, dat is minderheid. Dus ja, okay. Ja. En je hebt het tweede geval waar het katholiek geloof niet de meerderheid is, maar wel misschien de helft van een stad. En daar gaat de stad ook de vrijheid van godsdienst gewoon beoefenen, maar... met gelijke kansen en gelijke opportuniteiten voor alle religies. En dan je hebt de derde geval waar de katholieke geloof in de minderheid zit. En in dat geval moet de staat, als die staat katholiek is natuurlijk, ook voor de vrijheid van godsdienst gaan, maar ook alle kleine religies beschermen, zeg maar. Dus in alle drie gevallen... geldt altijd. Maar hoe zou beschermen? Wat bedoel je met beschermen? Ja, beschermen zodat bijvoorbeeld de minderheid van de katholieken niet hun rechten niet overspoeld worden door de staat, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk ben je, want dat, de derde situatie is de situatie waar we in Nederland in zitten. Precies. En want, eigenlijk zeg je van, ik ben blij met hoe de staat daar nu mee omgaat. Ja, blij zou ik niet zeggen, maar veel dat het wel goed is. Ja. Want de staat zou eigenlijk voor de vrijheid van godsdienst gewoon moeten... moeten garanderen, zeg maar. Ja, maar je zegt dus zelfs als de katholieken de baas zijn, zeg maar, dan geven ze wel vrijheid van godsdienst. Nou, vroeger, in de geschiedenis, toen de katholieken de baas waren, gaven zij ook de vrijheid van godsdienst. Alleen het Habsburgse Rijk. Precies, ja. Alleen het was veel gelimiteerd. Want het mocht niet zo zijn dat een protestante persoon... het ging vooral om de orde, of de openbaar orde. Dus een protestant persoon ging kerken bekogelen met een fles of zo. Of weet ik veel. Demonstraties doen die... constant, hè? Ja, precies. Ja. Die violent waren, zeg maar. Ging de stad in. Ja, want natuurlijk de eerste protestanten waren een soort van pseudo-communisten ook, hè? Dus de proto-protestanten, zeg maar, in Tsjechië en zo. In dat zin. Hier zitten. En dat waren allemaal terroristen in feite. Ja. Net de Anabaptisten. Ja. Ja. Jantje Leiden. Ja, wel echt legertjes. Wederdovers. Ja. Ja. Dus in dat geval ging de katholieke kerk altijd zeggen van, nee, het stelde op bepaalde ouders, dus die gaan we niet toelaten. Ja. Dus... maar ja, volgens mij, het heeft toch mee te maken met meer met geschiedeniskennis. Mensen zouden meer in de boeken moeten intakken in plaats van een post die je op Facebook lezen en daarover hun mening vormen. Want ik merk heel vaak dat mensen totaal niks weten. Die gaan nooit een boek opduiken om te gaan kijken in die situatie in dat jaar, wat is er precies gebeurd namelijk. En wat raad jij de Batavier aan om te gaan lezen? Ik zou zeggen, je hebt heel veel werken, zeg maar, die over Oud-Europa gaan, zeg maar, hoe de maatschappij toen was. Ik kan nu geen auteur noemen, want die ben ik gewoon vergeten. Mm-hmm. Maar ik heb sowieso boeken thuis en een lijstentasje, die zou ik misschien een keertje ooit op Facebook moeten gooien of zo. Maar men zou veel meer
geschiedenis moeten hebben. In plaats van horen zeggen of de hele maatschappij heeft iets tegen een religie. Dus ik ben ook tegen een religie. Zonder te weten wat hun traditie is uitgewezen. Ja, en wat het is. Hè? Want je hoort natuurlijk heel vaak van de Sky Daddy in het sprookjesboek, zeg maar. Ja. Dus zo van het beeld van wat mensen hebben van religie is een man met een baard op een wolk. Ja, precies. Die dan op magische wijze de wereld creëert. Dat noemen wij dan antropomorfisme in filosofie. Ja. Dat je dan menselijke kenmerken projecteert op God. Wat totaal fout is natuurlijk. Want ja. Ja. God is geen mens. Nee. Precies. Nee. Ja. Maar de ideale staat, je zou kunnen zeggen, want de vraag is denk ik van hoe kunnen we samenleven in vrede met verschillende religies en ook niet-religies, zeg maar, ook niet-gelovige mensen in één multiculti samenleving, dat het toch... Het klinkt lekker inclusief, Michiel, ik ben blij dat je besluit met zo'n moderne boodschap. Ja, nee, dat ik zeg niet dat ik de voorstander van ben, maar dat zijn we nu de facto natuurlijk in zekere zin geworden. We hebben heel veel moslims, we hebben... Dit is de situatie. Joden, we hebben christenen, we hebben heel veel mensen die niks geloven en dat is als zweverige tyfus. Mm-hmm. En dat allemaal in één hoop. En hoe gaat dat, vooral met de moslims erbij, op de lange termijn een veilige samenleving, een samenhangende samenleving opleveren? Ja. Dat is niet zo makkelijk, want dat vereist natuurlijk ook dat iedereen daarin mee wil doen. Ja, want inderdaad, niet alleen wij moeten dan het idee hebben van iedereen mag doen wat hij lekker wil, maar dat idee moeten moslims ook hebben. En daar wringt de schoen een beetje, geloof ik. Ja, daar wil dat af en toe nog wel eens... Daar ben ik wel eens bang voor dat op een gegeven moment de islam heel veel gebruik gaat maken van de vrijheid van godsdienst. Ja. En dat het dus op een gegeven moment alleen de islam dient. En dat lijkt me wel een nadeel van deze wet. Dat denk ik, dat die neiging inherent is aan de islam inderdaad. Om gewoon ze eisen nu heel veel rechten op. Ze claimen heel veel en vervolgens, als ze in de meerderheid zijn, dan moeten we nog maar zien of anderen ook die rechten krijgen. En dat is inderdaad een vraag. Ik weet zeker dat er moslims zijn die rechten niet aan anderen willen toekennen. Nee. En ook in Nederland. En die ook gewoon zeggen, wij gaan hier de boel overnemen. Ja, want ideologisch gezien is dat coherent met hun overtuiging, met hun geschriften. Ja. Daar is vrijheid van godsdienst geen onderdeel van. En dat vind ik dus ook zorgelijk nu aan moslims in Nederland, in het Westen. Dat ze eigenlijk niet echt deelnemen aan de maatschappij. En ook er geen enkele wens vaak toe leiden. Sommigen wel, hè, maar veel... Geen enkele wens lijken te hebben daartoe. En zich eigenlijk afscheiden in eigen buurten, in eigen gemeenschappen. En denken van, zakken jullie maar in de decadente stront. Met z'n allen. Ja, worden. Met je gay parade en wat ik wil. En ze zien het hier gewoon instorten. Ja. En ze denken van, wij wachten aan de zijlijn netjes af. Ja. En dan straks nemen wij de boel gewoon over. Ja, het hele liberale denken is in zichzelf destructief. En vraagt om een duidelijk perspectief. Het heeft geen positieve inhoud natuurlijk. Nee, als het gewoon alleen maar negatieve vrijheden zijn. Van iedereen mag alles. Ja. Dan kunnen natuurlijk mensen binnenkomen die er anders over denken. Maar die wel gebruik maken van die vrijheden. Mm. Ja. Tot ze eenmaal in de meerderheid zijn. Mm. Ja. En dan van de democratie gebruik kunnen maken. Om te zeggen, nu verkiezen we een islamitische regering die de sharia gaat invoeren. Ja, ja, precies. Dus deze opbeurende woorden. Ja. Maar een voorbeeld, overigens iets positiefs. Een voorbeeld, weet ik wel hoe het wel kan, is in het Habsburgse Rijk, dus onder het Oostenrijkse keizerrijk, bedoel ik, waar ook best veel moslims leefden, of een oudsher in Bosnië, in Joegoslavië. Mm. En veel christenen leefden, en veel joden, echt behoorlijk veel joden ook leefden. Wat op een of andere manier toch goed ging. Ja, precies. Dat was een katholieke staat. Dat weten de meeste mensen niet. Namelijk. Nee, dat weten de meeste mensen niet. Die hebben nooit een boek daarover gelezen. Nee, precies. Ja. Dat is het juist. En maar je kunt, er zijn boeken van Joden bijvoorbeeld. Stefan Zweig, Jozef Rood. Ja. Die Welt van Gesten, Stefan Zweig. Jozef Rood, Radetzky Marsch. Waar je een beeld krijgt van die wereld. Mm. Wat natuurlijk ook een beetje nostalgisch wordt dan. Het was ook geen perfecte wereld. Maar het werkte in elk geval wel. En toepassing op die tijd natuurlijk. Ja, maar het werkte in elk geval wel met meerdere godsdiensten. Mm. Terwijl de keizer duidelijk zei van, ik ben katholiek. En precies. Dat bevorderen we. We zijn blij als mensen naar de kerk gaan en zo. Mm-hmm.
Maar Joden, moslims, die hebben ook gewoon hun eigen moskeeën en synagogen in Wenen, in de mooie, in het centrum. En die horen er ook gewoon bij. Ja. En we zijn samen één samenleving en dat heeft in die tijd gewerkt. Ja. Tot het door nationalisme uit elkaar werd gespleten. Ja. 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 In Servië. Ja. Tragisch einde. Ja. Nou, we gaan nu richting de afronding van de podcast. Ik denk dat we ook even dankbaar moeten zijn aan de pastorie van de Sint-Agnes, waar we deze podcast hebben mogen opnemen. Ja. En Michiel, misschien wil jij wat zeggen over de lezingen die men hier kan bezoeken. Ja, waar hebben we de flyers? Breng ik je nu in de... Oh jee. Ik moet even het overzicht erbij hebben. Ja, goed. We hebben met de Sint-Nicolaas Academie weer hier ter plaatse Amstelveenseweg 161. Een mooie lezing in de reeks dit najaar. En dat gaat over eigenlijk waar we het nu ook over hadden. Een beetje de identiteit van Europa, christendom of multiculti. En dan gaat Robert Lem zal het openen, die er helaas vandaag niet bij was. Met een lezing. De identiteit van Europa. Hoe het was en hoe het is geworden. En dat gaat over, op basis van een boek van Douglas Murray, geloof ik. Over de geschiedenis van Europa. Een soort inleidend historisch overzicht. Dan zaterdag 20 oktober. Pater Elias Leids van de Broeders van Sint-Jan gaat praten over de Logos. Waar ook Jordan Peterson het altijd over heeft. Logos, dubbele punt, de identiteit van Europa, vraagteken. Dus is dat het idee wat natuurlijk vanuit Aristoteles en ook vanuit het Johannes-evangelie, is dat nou een soort van kernidee van Europa? Dat wij in het woord, in de logica, hoe hij dat gaat invullen, dat horen we dus op 20 oktober. 11 uur overigens, Amstelveenseweg 161. Alle lezingen zijn om 11 uur 's ochtends, niet 's avonds. Dat is even voor een dichte deur. En zaterdag 17 november gaat een Michiel Hemminga. Oh. Heel interessant persoonlijkheid. Die gaat dan met ons spreken. We zullen het niet tegenspreken hoor. Spaar je maar even. Die gaat dan... Nee, interessant. Wat kun je dat niet ontkennen. Maar in... Identiteitspolitiek. Dus identiteitspolitiek. Ook een Jordan Peterson-achtig onderwerp. En de ondermijning van het algemeen belang. Dus eigenlijk ook waar we het net over hadden. Van wat is nu nog wat we delen. Ja. En hoe wordt het ondergraven door identiteitspolitiek. Als dat alle individuele belangengroepen. Die een of andere identiteit hebben. Van ze hebben een kleurtje. Of ze hebben een bepaalde... Ja. Seksuele, dysfunctionele. Ja, zou ik het netjes zeggen. Ja, goed. Oriëntatie noemt men dat tegenwoordig. Oh. Met een net woord. Wat dan ook. Mensen zeggen van wij hebben een bepaalde identiteit, wij zijn een minderheid en we hebben daardoor allerlei rechten. En we zetten ons daarmee af tegen alle anderen, want die zijn niet van ons groepje en die daar eisen we rechten van op. En gaan al die groepjes tegen elkaar botsen en dan desintegreert de samenleving. Althans, dat is mijn angstbeeld. En daar ga ik over praten. Op 17 november, 11 uur, Amstelveenseweg 161. En dan zaterdag 15 december komt Damiaan Meeuwissen, een emeritus professor rechtsfilosofie en staatsrecht, die ook heeft meegeschreven aan de laatste editie van de grondwet, de laatste grondwetswijziging. Die praat over de grondslag van de Europese integratie van de vrijheid in het christendom, de Joodse traditie en, tussen haakjes ten dele, de islam. Dus het wordt een heel filosofisch verhaal over de Europese idee van vrijheid nou eigenlijk inhoudt. En dat is 15 december, ook om 11 uur, Amstelveenseweg 161. Ik denk dat de luisteraar het adres in ieder geval goed bij zal blijven. Heel goed. Ja. Nou, en dit is gratis toegang overigens. En we collecteren alleen voor de onkosten achteraf om een vrijwillige bijdrage. Helemaal goed. Nou, beste luisteraars, ik hoop dat u dit gesprek waardevol heeft gevonden.
En ik bedank de heren voor hun bijdrage hieraan. En graag tot de volgende keer. Dank u zeer. Dank u wel.